We gaan mijn jongens voorbereiden op een gevecht. In de hoop dat dat een punt gaat opleveren. Ah, het is al de vorige keer gelukt in Apeldoorn om een setje mee te pikken. Maar ja, goed, als je toch kijkt naar de klassering nu. Dynamo staat volgens mij op een derde plaats op dit moment. Dynamo lijkt een beetje zijn draai weer te hebben gevonden. Speelde tijd wisselvallig. Dus nou ja, wat vind je nou van die ploeg? Ja, super goede ploeg. De ploeg heeft ook een nieuwe libero gekregen in het nieuwe jaar. Richard Rademaker, daar heb ik zelf nog mee gespeeld. Een van de betere libero's in Nederland. Daarnaast is Joram Maan, oud-gediende, op de stoppen lopen gekomen. Het team is in balans geraakt en gaat zich voorbereiden op de play-offs. Ik geef hem daarin best ook een hele aardige kans. Dus het is een hele stevige ploeg. Een van de betere in Nederland. En ja, goed, een lastige klus vandaag. Oké, met welke doelstelling ga je nu het veld in? We gaan de doelstelling het veld in om ieder punt zo goed mogelijk te spelen. En om te kijken of we eerder bij de 25 kunnen zijn, iedere set, dan Dynamo. Dat is een hele lastige opgave, dat weten we wel. Andere kant is zo, wij zitten in de hoek waar we niet in willen zitten. En het is een kwestie van moeten. We moeten kijken of we twee sets kunnen winnen. En daar gaan we gewoon voor. Wat is het strijdplan? Het strijdplan zal zijn om veel service druk te gaan leveren, omdat als je de volleybal laat aankomen, waarin het rallywerk wordt, dan zullen zij volleyballen sowieso de betere partij zijn dan wij. Dus we gaan proberen om, dat klinkt een beetje raar, om niet te gaan volleyballen. Alles of niets serveren. En kijken of we hun zo onder druk kunnen zetten dat ze zich oncomfortabel gaan voelen in hun spel. Dat er een klein beetje irritatie misschien wel ontstaat tussen de jongens. En dan gaan we toch misschien kansen krijgen om hier een punt of twee te houden. Oké, is iedereen van Salzman Reflex fit en scherp? Ja, we zijn compleet. Iedereen is fit en scherp. Ik neem aan dat ze scherp zijn. Als je nou niet scherp bent, dan zit je in het verkeerde team. We zijn op volle oorlogsterkte en we gaan proberen om er een mooie volleybalmiddag voor Reflex van te maken. Tot slot, welke mannen moeten dit gaan doen? René van der Mark, nummer 7, onze diagonaal. Samen met de middenas Kai Hulsebos en Mark Koning. Verwacht ik veel van, maar let ook met name op de libero. Libero Jos Vaal in het blauw vandaag. En heeft een andere tricot aan dan de rest van de ploeg. Zeer goede dienende speler die in de ontvangst veel ballen naar het net moet schieten. En dan moet Rutger een spel verdelen. Architect van het team die moet het op juist gaan verdelen. En dan zo moeten we het gaan doen vanmiddag. Heb je nog wat achter de hand? Nee. Qua spelers en wissels? Ja, uiteraard, ik heb 3 jongens op de bank. We hebben een smalle selectie. Daar moet ik zoveel mee omgaan. Maar voor het versterken van het blok en het versterken van de verdediging. Of voor het inzetten van een serveerder heb ik wat achter de hand. En we gaan kijken of het nodig is. Okay. Edward Kamphuis, bedankt en veel succes deze wedstrijd. Ja, dankjewel.